Ben je Ruud Gullit nog tegengekomen de laatste tijd? Ik? Ja. Nee. Waarom vraag je dat? Ja. Hij was een beetje boos, had ik de indruk laatst. Was hij boos? Nou ja, dat hij, toen hij assistent was bij jou, dat hij eigenlijk niet veel kansen heeft gekregen. Eigenlijk zei hij, stiekem hoopte ik altijd dat Dick me een kans zou geven. Maar hij liet me zien dat hij in principe mij niet nodig had voor mijn expertise. Hij liet me alleen maar tussen de spelers staan. Hij zegt op een gegeven moment ook, donkere trainers worden alleen maar aangehaald om assistent te zijn. Ach, flikker op, zegt hij er ook nog bij. Dat zei hij, maar dat heb ik niet gezegd. Nee, maar hij was wel boos. Hij vond ook dat hij daar eigenlijk een beetje gebruikt is. Nou, onze relatie was zo goed, dus dat had hij ook tegen mij kunnen vertellen. Ja. Maar je hebt inderdaad niet meer gesproken. Nee. Maar dit heb je er ook meegekregen, dat hij dat gezegd heeft. Jawel, maar wat moet ik daarmee doen? Nou ja, ik kan me voorstellen dat je de telefoon pakt en zegt... Nou, ja, nee, daar heb ik wel over nagedacht om dat eventueel te doen. Maar mensen die dicht bij mij betrokken zijn, niet doen. Nee? Nee. Dat is boos, kan ik me voorstellen. Nou ja, ik had het van hem niet verwacht. Nee. En wat vind je van zijn teksten over het feit dat donkere trainers eigenlijk geen ruimte krijgen? Nou ja, dat zou ik nooit zeggen. Ik heb dus ook nooit over gedacht, want ik vind Gullit gewoon een fantastische man. Met een prachtige carrière als voetballer, maar ook als trainer heeft hij over Newcastle, Chelsea. Ja. En misschien heeft hij om andere redenen is hij niet doorgegaan als trainer. Maar ik heb niet begrepen dat hij dat zo voelde, laat ik het zo zeggen. Maar hij mocht geen trainingen doen. Wat was de reden daarvan dan? Nou ja, wat trainen we? We kwamen 's maandags bij elkaar en 's woensdags was de wedstrijd. Er waren er twee trainingen. Ja. En 's maandags kwamen ze terug uit hun wedstrijd. Dan werd er niks gedaan. Dus de enige training is een dag voor de wedstrijd. Hmm. Of je moet naar een toernooi gaan. Ja, dan krijg je een heel ander verhaal. Maar ligt het aan het feit dat er geen donkere trainers komen, Kees, aan het systeem of aan de donkere trainers zelf? Dat ze niet doorkomen. Wat zit je te lachen? Nee, ik had deze typisch Wilfred vragen. Ja, ik ben blij dat hij naar jou gaat. Nee, ik kan me niet voorstellen dat het zo werkt. Aan de andere kant, het heeft een tijd geduurd voordat we vrouwen serieus namen als coach. Misschien hebben we ook wel een tijd lang donkere spelers niet serieus genomen als coach. Zo hadden ze de ambitie niet. Maar goed, als Van Gaal dan Edgar Davids erbij haalt, hoor ik weer mensen zeggen, dat is omdat hij donker is. Ja. En Van Gaal kiest mensen op kwaliteiten, niet op uiterlijk of wat dan ook. Dus ik, als Gullit zo gevoeld had, had hij die tijd moeten zeggen. Ja, maar ik heb het nooit gevoeld bij hem. Laat ik het hij was echt boos. Hij had, ja, nu misschien. Ja. Maar toen hij erbij was, zeker niet. Want hij was altijd vrolijk, sowieso, een vrolijke man. Dus ik heb nooit begrepen toen hij dat vertelde. Nee. Je komt hem nog wel een keer tegen. Ja, dat denk ik ook. En dan is het gewoon vriendelijk nog, neem ik aan. Ja, zeker. Ja.